avondhemel is het wachten hier in het stadion tot beide ploegen zich aan de aftrap. Goedenavond allemaal en leuk dat u erbij bent. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja vandaag eigenlijk altijd, of we moeten overschakelen naar het Engelsman, maar doet het maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grutter en mijzelf, Siert de Vos. Dit moet bijna wel een geweldige voetbalwedstrijd worden. Dit zou toch echt iets moois moeten kunnen opleveren. Je weet het nooit voor 100% zeker, maar vandaag ben ik er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het een geweldige wedstrijd gaat worden, Siert. Deze 11 spelers gaan het doen voor Saint-Étienne. Deze ploeg kiest hier voor een 4-3-3 systeem met een inzakkende spits. Is dat een goede keuze? Ja, nou goed. Er zitten zeker voordelen aan, hè? Omdat de verdedigers van de tegenstander zich vaak geen raad weten met de spits die zich vaak laat terugzakken naar het middenveld. Hier zien we de opstelling van het andere team. Nou, laat de tegenstander maar komen. Deze ploeg heeft zijn plan getrokken. Ze graven zich in op de eigen helft, denk ik. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Veel meer hoef je niet te verwachten met zo'n 5-3-2. Ik ben blij dat we gewoon afkortingen mogen gebruiken voor clubnaam. Sommige zijn wel heel bijzonder. AS Saint-Étienne heet eigenlijk Association Sportive de Saint-Étienne-Loire. Dat schiet toch niet op, hè, als je commentaar bij een wedstrijd geeft. Nou, zie je. Jij mag gewoon Saint-Étienne zeggen, hoor. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Schiet kans. De aanval is nog niet afgeslagen. Ze kunnen weer opgelucht ademhalen. Knap hoe hij die bal afpakt. Dat was alles behalve een tackle op de bal. Daar kun je geel voor geven, scheids. Ze geeft nu al geel. Vroeg in de wedstrijd. Ik denk dat die speler daarvan baalt. Als hij er maar van leert. Ja, nou, in ieder geval moet je de rest van de wedstrijd heel voorzichtig zijn met geel op zak. En dat kan wel eens lastig zijn. Het publiek vraagt om een uithaal. Ja, en nu scoren! Daar is de 1-0. Wat een doelpunt! Lekker vroeg ook. We zitten net op onze plaats. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nou, we hebben wel eens betere passes gezien. Deze bereikt geen enkele teamgenoot. Dat is een uitbal. Hij is de bal kwijt. Zo hoort het. Dat is hoe je naar de doel kunt rennen. Het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Cadeau. Ze komen dichter bij het doel van de tegenstander. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Hij laat gewoon geen doelpunt. Hurry heen. Na die tackle heeft hij de bal niet meer.
Hij stoomt verderop. Nee, die aanval strandt nu al. Bal bij de tegenstander. Oei, overtreding van een speler die al geel heeft. Weggewerkt, deze voorzet. Liam Moore. En geen enkel probleem hier voor de doelman. Van de bal gezet. Alessandro Schöpf. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Opnieuw de beslissende actie. Goed werk. Die paas had een gevaarlijke situatie gecreëerd. Ja, wat balbezit betreft hobbelt Saint-Étienne wat achter de feiten aan vandaag. Maar doelpunten zijn belangrijker dan balbezit. En wat dat betreft, moet ik zeggen, boeren ze hier prima vandaag. Lucado. Blijft aan de bal. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? Die weet hij te onderscheppen. Ingreep is niet volgens het boekje hoor. Waarschijnlijk geel. Geel voor die overtreding. Nou, dat was een flinke hoor. De vlag gaat omhoog. Blijkbaar stond de speler naar de spel. Jeroen, dat doelpunt telt dus niet. Nee, inderdaad. Wel zonde hoor, want ze waren er heel dichtbij, zie je het. Sterke actie. Nog 2 minuten extra speeltijd en dan wordt er afgefloten. Nog steeds iets verder. Dat was het laatste fluitsignaal van de eerste helft. Het is rust.
Ze heeft gefloten en dan voetballen we verder in de tweede helft. De bal niet meer aan de voeten. Hurry heen. Alleen de doelman nog voor zich. Ach, wat een fenomenaal keeperswerk zeg. Hartstikke moeilijk. Zo'n 1-op-1 situatie. Heel knap gedaan. Komt de hoekschop in het midden. Steekbal door de lucht. Deze kan erin. Zo'n kans moet je ook benutten als je al voor staat. Ze laten het echt wel liggen hier hoor. Hij moet zelf wel gaan liggen. Ja, dit was de ideale mogelijkheid om er 2 voor te komen. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Dat doet hij goed. De kans nu uithalen. En die poging levert geen doelpunt op. Opstomen met de bal. Die houdt hem tegen. Tien heeft de laatste 15 minuten de bal vrijwel continu in bezit gehad. En met al die kansen is het wachten totdat er weer eentje ingaat. En dan is de achterstand 2 doelpunten voor de tegenstander. Liam Moore. Hurry heen. Bal over de vleugel. Daar ligt de ruimte. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Hij zit er goed tussen bij die pas. Vervolgt zijn weg naar het doel. Gepakt in de 16. Mooi om daar de bal te veroveren. Richting het doel van de tegenstander. En dan de bal kwijt. We hebben nog 15 minuten te gaan. De bal is hij kwijt naar die tackle. Kemper. Een succesvolle tackle op eigen helft.
Ja, de tegenstanders zullen het initiatief moeten nemen, want zelf blijven ze achterin hangen. Zo dicht bij hem, moet gelijk maken. Nee, geen goal. Nee, ongelooflijk. In het Engels, no goal. Dat had tegelijk maken moeten zijn. Het was natuurlijk ook schitterend om de wedstrijd op de bal in te leggen. Maar hij verzaakt, wat een dure missen. Nog 7 minuten te gaan. 7 minutos. De wedstrijd loopt op zijn einde. En nu? Nu moet het echt gaan gebeuren. Wordt dit tegelijk maken? Keeper kan een eenvoudige redding doen. Nou, die tackle heeft hij de bal niet meer. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Daar kan de keeper makkelijk bij. Twee minuten extra speeltijd wordt er gegeven. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En de bal ligt in het net. Hier is geen kruid tegen gewassen. Wat een geweldige goal. Met name de plaatsing is fantastisch. Zo hoog buiten het bereik van de keeper. Millimeters onder de lat. En met dat fluitsignaal komt deze wedstrijd tot een einde. De thuisploeg wint. Het was een aantrekkelijke, spannende wedstrijd die ze heel terecht weten te winnen. Al kwam dat in de score uiteindelijk maar beperkt tot uiting. Ze winnen het duel. En ik denk dat hij daar door zijn goede spel een aardig aandeel in had. Dit was zonder meer een goede wedstrijd van hem. Zijn doelpunt was cruciaal voor de overwinning hier voor zijn ploeg.